Ik ga laten zien hoe je plantjes verspeent. Ik heb een paar weken geleden een aantal kruiden gezaaid. Ik heb hier peterselie, ik heb hier koriander, bonenkruid. Nou, je ziet dat die heel aardig aan het groeien zijn. En op een gegeven moment moet je die gaan verspenen. En dat moment komt als de echte blaadjes beginnen te komen. Nou, elk plantje dat kiemt, kiemt eerst met twee kleine, ja, kiemblaadjes heette dat. En op een gegeven moment komen de echte blaadjes. Ik zal er zo meteen wat dichterbij komen. En die echte blaadjes, als die beginnen te verschijnen, dan moet je de plantjes gaan verspenen. En verspenen is niks anders dan ze overzetten in een potje, zodat ze verder kunnen groeien. Onderwerp plantjes verspenen, plantjes overpoten. Waarom doen we dat? Nou ja, ze hebben meer ruimte nodig. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Potgrond, maakt niet uit, gewoon goede potgrond. Kun je zelf maken, dat is een heel ander onderwerp. Iets om de plantjes er een beetje uit te peuteren voorzichtig. Ik gebruik daar een mes voor, maar ik heb een stokje. Potjes natuurlijk, dit zijn plastic potjes. Je hebt ook terracotta potjes. Die zijn wel het allermooiste, maar die verdampen ook veel vocht. Dus die gebruiken we heel even niet. Maar we gaan gewoon met plastic potjes aan de gang. En ik denk dat ik deze over heb gehouden van wat petunia's die ik in het tuincentrum heb gekocht of zoiets dergelijks. Hergebruik is goed, ook in de tuin. Nou, ik zet even wat potjes klaar. We doen wat potgrond in het potje. En ik maak er gelijk eventjes twee vooruit. Dan kan ik lekker doorwerken. En je ziet dat ik met mijn vinger er een gaatje in maak. Nou, dat gaatje, daar gaan we uiteraard het plantje in stoppen. Vervolgens, nu wordt het wel eventjes belangrijk. Je mag een jong plantje nooit bij zijn steeltje pakken. Wel bij zijn blaadje. Dus hoe doe je dat? Je wurmt het plantje er voorzichtig uit. Je pakt hem bij het blaadje. Trekt hem omhoog met worteltjes en alles. Voorzichtig in dat gaatje. En voorzichtig aandrukken. Straks een beetje water erbij. Nou, en dan groeit hij ineens stuk door. Hetzelfde verhaal hier. Dit zijn kruiden, dus die mogen best wel met een paar tegelijk in een potje. Ik heb er hier zelfs drie, geloof ik. Kijk eens hoe prachtig die mooie wortels zijn. En dit is wat je wil, mooie lange witte wortels. Dat betekent groeikracht. Dus die wortels die moeten we voorzichtig in dat potje doen. Altijd zoveel mogelijk naar beneden. En dat is het eigenlijk. Succes ermee!